Als je met 17 miljoen mensen in een delta woont, die hebben hoge welvaartseisen, dan kun je niet woeste natuur hebben. Dat heb je verspeeld ergens halverwege die route. Je moet een zakelijke benadering kiezen. Dat betekent vergoeding voor de grond en vergoeding voor het onderhoud. En daar mag best een beetje winst in zitten. Boer zijn is ook zorg dragen voor het platteland en zorg voor een gezond ecosysteem. En als je die landbouw ook weet aan te passen op een manier dat hij de bodem weer gezond maakt, nou, dan zijn we een heel eind op dreef. Of de bank snapt wat ik doe? Nee. Gaan voor de mogelijkheden die onze natuur kunnen redden. Zondag VPRO Tegenlicht.